Welkom bij de uitleg van basisstof 5 en die gaat over schimmels. In deze video gaan we kijken wat schimmels zijn en hoe ze eruit zien. We gaan kijken hoe schimmels zich voortplanten en we gaan ook kijken hoe schimmels zowel nuttig als schadelijk kunnen zijn voor de mens. Dan beginnen we weer met hetzelfde plaatje. In dit geval gaan we dus nu kijken naar de schimmels en ik heb hier links weer eventjes een schematische weergave neergezet van een cel van een schimmel. De cel van de schimmel lijkt schematisch gezien bijvoorbeeld heel veel op die van de plant. Het heeft ook een celwand, het heeft ook een celmembraan, het heeft ook een vacuole. Alleen ontbreekt er één onderdeel en dat zijn de bladgenkorrels. Dus als je twee cellen ziet die heel erg op elkaar lijken qua onderdelen, maar de een heeft dus wel al deze onderdelen en bladgenkorrels, dan weet je dus dat we planten hebben. Heeft het al deze onderdelen en geen bladgenkorrels, dan weet je dus dat je het over de schimmels hebt. Schimmels kunnen als eerste eencellig voorkomen. Oftewel, dan heb je dus eencellige schimmels, en daarvan is bijvoorbeeld gist een voorbeeld. En eencellige schimmels, die planten zich op een hele bijzondere manier voort. Je ziet hier allemaal gistcelletjes, en je ziet ook dat er een soort van gelige knopjes op zitten. En dat zijn de plekken waar die als het ware zo'n nieuw blaasje gevormd heeft. Dus je ziet ook hier heel mooi. Hier zie je zo'n gistcel, en hier zit een blaasje eraan vast, en hier zit een blaasje aan vast. Dat noem je knoppen. En. Die maakt die als het ware en op een gegeven moment breken die af. En dan heb je dus een nieuwe schimmelcel, in dit geval dus een nieuwe gistcel. En op die manier plant dus deze gist zichzelf voort. Er zijn ook meercellige schimmels. Die bestaan meestal uit hele lange draden. En meercellige schimmels die planten zich voort met behulp van sporen. En die zie je ook heel mooi hier aan de uiteinden zitten van die draden. Zie dus je een soort van orgaantjes zitten waar dus die sporen gevormd worden. En op het moment dat die sporen dus onder de juiste omstandigheden ergens terechtkomen, dan kunnen daar dus weer nieuwe schimmeldraden vormen. Dit is dus een, een microscopische foto van die schimmels waar dus heel mooi ook al die draden zo ziet zitten. Nou, die schimmels hebben natuurlijk ook een functie in de natuur. En je moet dat zien dat de schimmels in de natuur zorgen voor het opruimen van dode resten van andere organismen. Nou, dat zie je heel mooi met deze pompoen gebeuren. Daar zie je al die Witte schimmels hierop zitten, en schimmels dat noem je reducenten. Dat zal je in de bovenbouw, geloof ik, nog een keer tegenkomen. Reducenten, dat wil eigenlijk zeggen dat het als het ware de opruimers zijn van de natuur. Hier wordt dus deze pompoen opgeruimd. Vaak zie je ook paddenstoelen groeien langs allerlei bomen, die bijvoorbeeld dood zijn, die ruimen daar dus ook die dode resten op. Ze hebben dus een hele belangrijke functie in de natuur, omdat ze dus die dode resten opruimen. En bij het opruimen daarvan maken ze weer allerlei stofjes die juist planten weer nodig hebben. Dus zo zie je dat ze ook als het ware weer voor een stukje voedsel zorgen voor de planten. Dus schimmels zijn super belangrijk in de natuur. Nu is het zo dat wij mensen op het moment dat we bepaalde schimmels eten, dat we daar Absoluut heel erg ziek van kunnen worden. Uh, wat is het namelijk? Sommige schimmels produceren bijvoorbeeld gifstoffen. Nou, van die gifstoffen kunnen we ziek worden. Zou je nu deze pompoen op gaan eten? Nou, ik denk niet dat dat echt heel gezond is. Dus sommige schimmels, daar moet je echt voor uitkijken. Ook bijvoorbeeld op eten, uh, moet je altijd even opletten of je eten nog goed kan eten. Sommige producten kun je best wel gewoon het stuk waar schimmel op zit er afhalen en de rest nog eten. Maar kijk je bijvoorbeeld naar brood. Als daar schimmel op zit, kun je beter gewoon het hele brood weggooien. Um, dus je kunt er echt wel ziek van worden. Aan de andere kant kunnen schimmels ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld het maken van antibiotica. Wat is het namelijk? Er zijn bepaalde schimmels en die produceren stofjes waardoor bacteriën zichzelf niet goed kunnen delen en dus uiteindelijk doodgaan. En dat hebben ze ooit voor de Tweede Wereldoorlog hebben ze dat ontdekt. Meneer Fleming was dat, die ontdekte dat eigenlijk per ongeluk: dat er dus bepaalde schimmels waren en. Wat ze zagen gebeuren, dan keek ze ook naar dit soort schaaltjes, dit is een petri-schaaltje. Er zit dus een voedingsbodem in, dat zie je ook wel heel mooi zitten. Hier is een soort van, een uh, beetje gelatine-achtig. En daar kun je dus allerlei bacteriën en schimmels op laten groeien. Nou, wat gebeurde? Hij had uh, een bepaalde schimmel en per ongeluk zat er in datzelfde bakje ook een bepaalde bacterie bij. Maar wat zagen ze gebeuren? Die bacterie, die kon niet in de buurt komen van die schimmel. Er zat als het ware een randje om die schimmel heen, waar geen bacteriën zaten. En toen ontdekten ze dat die schimmel een stofje maakt waar dus die bacteriën niet tegen konden. En toen konden ze voor het eerst dus antibiotica maken. In dat geval maakten ze penicilline heet het, Dat medicijn dat ze ervan konden maken. En dat kon je dus uiteindelijk, nou, in een pilvorm geloof ik, kon je dat dan innemen. En op het moment dat je dus een besmetting had met een bacterie waar je heel erg ziek van werd, kon je dus dan penicilline nemen en dan ging dus die bacterie dood en dan hielp het dus je lichaam om weer gezond te worden. En je ziet het nu nog steeds, hè? antibiotica wordt gewoon superveel gebruikt op het moment dat je bepaalde bacteriën hebt. En dat moet je dus ook even goed onthouden. Antibiotica werkt tegen bacteriën. Het helpt niet bijvoorbeeld als jij een virusinfectie hebt. Dus het kan niet altijd gebruikt worden. Maar de productie ervan, daarvan bent dus heel erg afhankelijk van schimmels. Dan is hier nog de samenvatting over schimmels. Heel veel succes weer en dan zie ik jullie in de volgende video.